Gaan even bellen met Vincent Koyanis, een maker van poëzie, pop, dichter en een woordkunstenaar. Ja, hij draait al ruim 10 jaar mee met zijn liedjes en gedichten. Soms groot, rockend en meeslepend en vaak ook klein en kwetsbaar. En hij heeft een nieuwe muziek en daar even ga ik over met hem bellen. En hij is geloof ik nu heel druk met het maken van curry. Vincent, goedemiddag. Ja, ik ben momenteel curry aan het maken. Dat gaat natuurlijk ook gewoon door. Ja, je moet toch wat? Ja, maar het is leuk om even met jou te praten. Ja, hey, voor de mensen die jou nog niet kennen, vertel eens wat over jezelf. Wie ben jij? Ik ben dichter, ik ben muzikant en poëziepopper eigenlijk. Ik heb net mijn nieuwe plaat uit, afgelopen zondag in Zwolle gepresenteerd in een café. Ik maak dus liedjes, gedichten op muziek gezet. Ah, oké, want mijn hele leven ben ik al bezig met muziek. Ik ben een groot liefhebber van Nederlands volksmuziek, bijvoorbeeld en country. Op zich voor, denk ik, iedereen wel bekende genres. Maar het genre poëziepop, ja, dat ken ik nog niet. Wat moet ik mij hier nou echt bij voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Vooral, hoe klinkt het, hè? Ja. het zijn eigenlijk meer gedichten, want ik ben van oorsprong dichter. En op een gegeven moment ben ik daar muziek bij gaan maken. Ja. Ook om mijn optreden is wat interessanter te maken. Want ik vond een uur lang gedichten voor de dag vond ik heel vermoeiend. Dat was voor het publiek ook niet altijd even leuk. Nee. En ik ben daar muziek bij gaan maken. En dus als het ware, dat gedichten zijn heel ritmisch, hè? Het zijn heel ritmisch. Dus ik heb geschreven daar melodieën onder. En ik heb het poëziepop genoemd. Want ik wilde wel dat het toegankelijk in het gehoor ligt. Want het zijn best wel zware teksten. Ja. Ook wel. En, ook zijn zeg maar geen Sinterklaas gedichten? Nee. Het ruikt ook niet. Maar er zit wel een ritme in, zeg maar. Ja. Ja, maar een gedicht dat niet rijmt, is dat dan wel een gedicht? Ja, ik vind van wel. Ja, juist omdat je... je kan het een poëzie noemen of een gedicht, maar... Nee. Ik hou wel van rijmende gedichten, moet ik zeggen. Maar voor mijzelf werkt dat niet, omdat je dan te veel gaat zoeken. En ik schrijf echt puur vanuit mijn gevoel. En als ik dan allemaal rijmwoorden daarbij moet gaan zoeken, dan verlies ik dat gevoel. Ja, nee, zo is het ook inderdaad. En heb jij hele lange gedichten of zijn die gedichten juist wat korter? Want als je een vrij kort gedicht hebt, denk ik dat je een liedje van 50 seconden of korter hebt. Nou, het zijn vrij lange gedichten inderdaad. Want er zit zelfs één liedje op de cd, die duurt 8 minuten. Maar dat is 8 minuten? Ja, maar dat is niet alleen maar tekst. Dat is ook qua gitaargeweld, elektronisch geweld. Daarmee sluit ik de plaat af. Dat heet Waar ik ook mag zijn. Ik dacht, dat wil ik ook even uitpakken. Dus het zijn wel allemaal wat langere liedjes ook wel, hoor. Jawel, hè? Hey, en, nou. Ja, hey, wat is nou precies jouw mooiste... Wat vind jij zelf het mooiste gedicht wat jij gemaakt hebt? Oh, man. Ja, maar dat is een beetje aan een moeder vragen... Wat is je favoriete kind, weet je wel? Want ik zie het ook wel een beetje als... Ja, het zijn mijn creaties natuurlijk. En die stuur je dan de wereld in. Je broedt erop. Het zijn eieren. Ja. Dat is die liedjes ook. Dus ik kan geen favoriet uitkiezen. Dat vind ik heel moeilijk. Nee, en over welke heb je dan het langst gedaan? Qua gedichten? Ja. Ik zat laatst weer eens door mijn oude bundels te bladeren. En ik vond het gedicht Wilhelmina Laan vond ik nog. En dat is een gedicht die ik nog steeds wel heel graag lees. Omdat jeugdherinneringen bij mij oproept. Daar heb ik toen wel heel lang aan gewerkt, weet ik. Maar dat gedicht is ook al 6 jaar oud of zo. Oké. En en een nieuw gedicht van jou is Alles wat ik heb. En dat is ook gelijk je nieuwe single. Ja, dat is de laatste single, ja. Ja, klopt. Ja. Hoe is die tot stand gekomen? Het album was eigenlijk al af. Maar ik zat in een bepaald soort stemming. En ik schreef toen de tekst van Alles wat ik heb. En daar kwam een melodietje bij. Het gaat eigenlijk een beetje over, over liefde. Maar dan in de simpelste zin van het woord. Eigenlijk dat je heel erg blij bent met iemand en dat je dat moment heel erg koestert. Ja. En dat je ook beseft van dit moment is ook alles wat ik op dit moment bezit. Hè? Dat je zo intens leeft in dat moment en dat er dan ook niets anders meer bestaat. En dat gevoel probeerde ik in dat liedje te vangen. Ik zou zeggen, we gaan luisteren of dat gelukt is. Vincent, enorm bedankt voor je tijd. Ik ga hem voor je draaien. Dankjewel. Hey, hou me op de hoogte van je volgende gedichten en natuurlijk de muziek. Ja, zal ik doen. Hey, bedankt. Hey, fijne avond. Prettige avond. Hoi, doeg. Ja, Vincent Koyanis dus over zijn nieuwe muziek en in het bijzondere genre poëzie pop. Dit is zijn nieuwe single, Alles wat ik heb. De stad is nagelaten.